Nutscho Langvorst heeft de prijsvraag Pimpje Schoolplein gewonnen. Wethouder Helmer overhandigde donderdagochtend een cheque van 10.000 euro aan de kinderen van de school. De prijsvraag is bedacht door de gemeente. Die wil met deze actie leerlingen stimuleren om meer te gaan bewegen. Wat vindt de school van het winnen van de prijsvraag? Ja, super. We hadden heel weinig tijd om een plan te maken. Met name een van onze leerkrachten, Lieke van de Ven, heeft daar heel veel tijd en aandacht aan besteed. En dan was er nog een andere leerkracht die heeft foto's gemaakt van de huidige situatie. En ik heb samen met de kinderen van het leerlingenparlement overleg gehad, hen tekeningen laten maken en daar ook foto's van gemaakt. Dan is het natuurlijk afwachten. Op het moment dat het plan klaar is, wordt nog even door iedereen die daarbij betrokken is geweest gekeken van, is dit het? Gaan we het zo inzenden? En dan is het afwachten. En omdat de tijd zo kort was, hebben we eigenlijk vrij snel te horen gekregen dat we gewonnen hadden. Dus dat was super. Wat we in ieder geval willen is dat kinderen meer gaan bewegen en dat er meer groen komt op speelplaats. En daar, in die richting proberen we de kinderen dan ook mee te laten denken. Ik denk dat het resultaat geweldig gaat worden. We hadden 18 mooie inzendingen. Echt een compliment voor iedereen. En we vonden het ook een hele mooie inzending. Meer dan we misschien wel hadden mogen durven dromen. We moesten een keuze maken. En we hebben echt gekeken naar, zijn leerlingen goed betrokken geweest? Nou, dat was hier. Er was een leerlingenparlement. Maar ook van, wat is nou, kan het binnen een jaar gerealiseerd worden? Dat zit er ook aan, dat kan. Wat ze willen. En bij dit plan zagen we dat ze met hele eenvoudige ingrepen, eenvoudige dingen, echt een heel groot resultaat gaan bereiken. We hebben ideeën om met boomstammen dingen af te zetten en met zwerfkeien. Ze willen wat meer verschillen gaan maken in het schoolplein en wat struikjes neer gaan zetten. Maar iedereen heeft net, denk ik, buiten mogen zien, het is echt een stenen wereld, dit schoolplein. En met deze kleine dingen wordt het echt een wereld van verschil. Dit project is gewoon heel belangrijk, omdat we zien dat leerlingen zijn in de afgelopen decennia natuurlijk meer en meer in de klas neergezet om te leren. We moeten stampen, zitten, stilzitten. En uit heel veel onderzoeken blijkt dat als ze nou maar bewegen, tussendoor en buiten zijn, dat we eigenlijk meer leren dan wanneer we heel lang stilzitten. En daarom willen wij dat nu echt gaan stimuleren en willen wij scholen die dat willen daarbij steunen. En wat vinden de kinderen eigenlijk van het oude schoolplein? Heel saai. Ja, helemaal niet mooi of zo. Ja, als er groen bij is, dan is het wel veel mooier. Vrolijker. Ja. Dan denk ik dat het er heel mooi uit gaat zien.